heel veel plekken in Nederland om een koningslinde te planten als er een nieuwe koningin of nieuwe koning komt. Het is een lindeboom. En een lindeboom, ik heb het dus even nagekeken, dat zijn bomen die heel lang mee kunnen. Een lindeboom die kan wel 500 tot 800 jaar oud worden. Er zijn bomen die worden wel 1000 jaar oud. Lindeboom, wat is zo mooi in een linde? Nou, wat ik er persoonlijk mooi aan vind is dat de takken die zijn wat roodachtig. Dat zie je niet bij elke boom dat ze rood zijn. En de linde is een hele mooie boom in de volwassen vorm. Het blad heeft ook een beetje mooi rond met een klein puntje op het eind. En dat is gewoon een mooie boom om te zien. Goed, de lindeboom die gaan wij planten. Jullie gaan ons daarbij helpen. Je ziet de knopjes al zitten, of niet? Ja. Daar! Hey, weet je waar we staan? Nou, staat hij een beetje recht zo? Ja. Denk jullie? Iets meer dan die kapsel. Kant weer door? Ja. Niet dat het zo over 10 jaar komt dat die boom zo staat of zo, hè? Nu kunnen we hem nog weer recht zetten. Klopt die? Ja. Oké. Okay. Help jullie even mee? Ja. Schep hem mij. Zo. Een beetje de onderkant. Wat is dat? Ik had er wel zat in de sokken. Ik kan niet zo. Misschien kan iemand aan de andere kant op. Ja, ik kan wel een keer. Die schip af. Nu kan je goed gemiddeld rond op ons land. Sorry. Binnenkort zien, er komt een bordje bij, zodat iedereen weet dat jullie hier deze boom geplant hebben. Ook als je over 10 jaar of 15 jaar met je hondje langskomt. Akkoord? Dan geef ik het woord aan mevrouw van der Zwaan. Ik heb eigenlijk gezegd van ik vind dit zo'n mooi, uniek moment. En ik ben zo blij dat jullie daarbij geweest zijn. Want realiseer je maar eens, 33 jaar geleden is de laatste koninginnenboom geplant. Die staat bij de waterval. En achter ons heb ik vanochtend gehoord van iemand bij de Shell station, die hele grote boom, die is in 1948 geplaatst. En ik heb in ieder geval voor jullie allemaal een klein aandenken. En ik wil dat graag uitdelen. Alsjeblieft, je mag ze ook zelf komen pakken. Voor allemaal een zak. Ik zou het nog even dicht laten en dan eventjes gewoon bij de school meenemen. Mag ik er eentje weten? Nee, zeg niet. Hoe heb jij de boomplanten ervaren? Leuk. En hebben jullie er in de klas nog over gehad? Nee. Hoe belangrijk dat was? Heel even. En wat is je daar verteld dan? Ik heb niet heel erg op zitten letten. Burgemeester, hoe heeft u de boomplanten ervaren? Heel leuk. Ook in de wetenschap, de kinderen op die leeftijd hebben, dat ze over zoveel jaar, als het allemaal goed gaat, nog een keer langs kunnen komen en dit moment kunnen herinneren. En dit is ook uniek tijdens uw loopbaan? Ja, het is niet alleen tijdens mijn loopbaan, tijdens mijn leven.
Want toen ik de leeftijd van deze kinderen had, toen was er geen wisseling. Hè? Toen was Juliana aan het regeren. En toen Beatrix overnam, toen was ik al te oud om met Suus mee te doen. Dus dit is mij ook de eerste keer. Je sta hier vandaag in Moes. Heb je vannacht nog goed geslapen? Jawel. Was je er niet zenuwachtig voor? Nee, niet echt.